Goedemorgen allemaal, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag 24 juni, als ik het goed zeg. Jullie zullen het vanzelf wel in beeld zien komen. Ik weet niet, maar ik ben vandaag best wel happy. Ik heb gisteren mijn nieuwe montuur opgehaald. Het zit wel weer heel dicht op mijn ogen, maar daar ben ik op zich wel weer aan. Ik ben heel erg blij vandaag, heel erg happy. Ik ga vandaag mijn kledingkeuze uitzoeken. Ik weet ook niet hoe op het idee kwam, maar het leek me gewoon best wel een leuk idee. Dus die ga ik vandaag uitzoeken. En verder, ja. Eigenlijk geen flauw idee wat ik verder vandaag ga doen. Ik merk wel dat mijn knieën heel veel pijn deden gisteren en eergisteren. En nu ik tape om heb zitten. Ik heb trouwens weer andere tape. Ik zal het zo even laten zien. Maar nu ik tape er om heb zitten, doet het gewoon echt bijna geen pijn meer. Dus daar ben ik heel erg blij om. Alleen mijn montuur, die irriteert me weer heel erg. Zo zit het wel beter. Kijk, het zit hier heel erg op mijn hoofd. Misschien dat ik vandaag ook nog even langs iets anders gaan, maar dat zie ik wel. Ik heb OOTD topje aan van de, deze heb ik ooit bij de Kruidvat gekocht. Heel erg cool, met kant en blauw. Zwarte halve broek, want volgens mij is het nog best wel warm buiten. Volgens mij is het niet echt koud. En mijn grijze schoentjes. Gewoon heel erg simpel, zoals je kan zien. Ik was vandaag toch niet veel van plan. Nou komt de tape. Goed, ik krijg hem niet verder als dit omhoog. Maar dit is... Oh, hier, kijk. Dit is de tape. Ze hadden zebra print, dus ik dacht, weet je waarom niet? Laten we eens gek doen. Dus, vandaar dat ik zebra print heb. Heel erg gek, dacht ik in het begin ook bij mijn eigen. Maar ik dacht, man. Ik vind het eigenlijk wel prima. Ik doe vandaag geen make-up op. Ik heb het laatst wat heel erg geïrriteerde ogen. Dus dat sla ik vandaag even lekker over. Ik heb verder mijn kamer gisteren een beetje opgeruimd. En ik heb een video in de render staan. Die is eigenlijk één dag te laat. Maar ik had gisteren totaal geen tijd. Ik ga naar beneden even wat eten en drinken. Ga ik straks even naar de Action om wat make-up doekjes te halen. Want die zijn op. En ik denk dat het eigenlijk wel wat is. Ik ga vandaag gewoon lekker mijn kledingkast helemaal leeghalen. Een beetje uitzoeken. Een beetje alles goed organiseren. En ik zie het op zich vandaag wel. Goed, ik ben weer thuis. Ik ben even heel gewoon naar de Action geweest. Onder andere om make-up doekjes te halen. Maar ik heb ook twee shortjes meegenomen. En twee sport-BH's. Ik heb onder andere ook eentje aan. Ik heb een zwarte en een huidskleur meegenomen. Omdat, ja weet je, het is makkelijker met vliegen. Het zit wat lekkerder. Ik heb mij even lekker omgekleed. Ik heb een topje aangedaan. En het shortje wat ik heb gekocht. Dit is dus een shortje. Ik vind hem heel erg leuk. Hij heeft oranje streepjes. Ik vind hem heel erg leuk. Ik hou dit lekker aan als outfit voor vandaag. Ik ga lekker aan mijn kledingkast beginnen nu. Ik denk dat ik mijn raam opzet, want het is bloed en bloed en bloed heet hier. Dus ik denk dat dat ook wel een heel erg goed idee is. En ondertussen even wat de snacken mee naar boven halen en wat drinken. Ik denk dat ik dat wel nodig heb. Maar in ieder geval gaan wij beginnen aan de kledingkast. Anthology. Oké, het is bloedje heet hier. De kledingkast is helemaal leeg. Dit is helemaal leeg. En dit is ook helemaal leeg. En ik sta hier met een mega statief in mijn handen. Maar in ieder geval is het nu tijd om alles in te gaan ruimen en uit te gaan zoeken. En ja,
gaat nog een klus worden. Oh, you're gonna stay the night. I need to be free with you tonight. Tonight is the night. I love myself tonight. Oké, believe it or not, maar de kledingkast is dus klaar. Het heeft me 2,5 uur geduurd ongeveer. Alles was op zich wel uitgezocht, maar ik heb alles netjes opgevouwd. Netjes op kleur gehangen, op kleur gelegd. Ik hoop ook dat het zo blijft. Ik ben verder heel erg moe en ik heb heel veel pijn in mijn knieën, omdat ik het bijna de hele dag heb gestaan. Maar goed, ik ga jullie nu natuurlijk eventjes het resultaat laten zien van de kledingkast. Zijn jullie benieuwd? Ik wel. Goed. Allereerst de schuifdeur. Mijn haar ziet er trouwens ook heerlijk uit. Don't blame me. Dit is dus de schuifdeur. Met de hangende kleding. Goed, wat ik dus heb gedaan is, je ziet hier een vestje hangen. Dit is een half vestje met lange mouw. Die draag ik best wel vaak over dingen. Dus ik dacht, deze hang ik hier en ik heb nog een zwart vestje die ik straks bij hang. Dan hebben we hier crop tops. Ik heb hier 2 crop tops hangen. Dit zijn topjes, een shirtje zonder mouwen. Dan krijgen we hier t-shirts. Dit zijn dus t-shirts. En t-shirts die wat kleiner vallen, wat langer vallen. Hier krijg je blousjes en blousjes zonder mouwen. Dit zijn blousjes zonder mouwen. En hier met lange mouwen. Je ziet ook wel sommige dingetjes er tussen hangen. Dus dit is het bovenste rek. En dan hebben we dit onderste rek. Nou, als we hier beginnen hebben we shirts met lange mouwen. Truien. Dikke of dunne truien maakt op zich niet uit. Maar er hangen hier allemaal truien. Ook op kleur. Dan gaan we hier over naar de vesten en de jasjes. En de spijkerjasjes en de leren jasjes en dat soort dingen. Dan gaan we hier over naar de nette kleding. Ik heb hier een jurkje, een net topje, nog een jurkje, een blouse, 2 korte jurkjes, een lange zomerjurk, nog een paar leuke nette dingen. En dan is dit eigenlijk het hanggedeelte. En we beginnen bovenaan. Dan heb ik daar al mijn slaapkleding liggen. Je ziet... hier allemaal truien, grote hele dikke pyjama's en dit voorste, dit grijze trui en dit gele t-shirtje is alvast iets wat ik aan ga doen als ik ga vliegen naar Ierland. Ik denk ik laat het gewoon liggen zo, waarschijnlijk ga ik het toch niet echt meer aandoen, want ik dacht als ik het dan kwijt ben, ik wilde dit specifiek aan, en als ik het dan kwijt ben, ja, dat vind ik gewoon niet leuk. Gaan verder naar beneden, daar zie je broeken. Daar liggen alle broeken op, een stapeltje. En hier liggen wat leggings en korte broeken. En hiervoor liggen wat shirtjes die opgevouwen zijn in plaats van opgehangen. Als we dan beneden naar de boxen gaan. Dan even kijken. Hebben we hier een grote boodschaptas liggen. Die heb ik eigenlijk als ik ergens heen ga gaan logeren ofzo. Hebben we in deze eigenlijk gewoon allemaal sokken en BH's en onderbroeken. Eigenlijk gewoon heel erg simpel. Eigenlijk lekker simpel ook te pakken. En hebben we in deze mand
eigenlijk een beetje een throw everything in. Ik heb hier braces liggen voor mijn knieën. Van die kniebanden. Dat ding voor mijn schouders die ik eigenlijk moet dragen, maar die ik niet draag omdat dat ding mijn armen afsnijdt. Je ziet hieronder oude soort BH-vullingen. Deze heb ik eruit gehaald en ik dacht, als ik dit dan om die band zo doe, zit het hierin tegen mijn huid gewoon zachtjes. Omdat, ja, ik moest schoudervullingen hebben. Maar dit kan ook. Hieronder zie je allemaal kleding, dus cozy kleding en een paar dingetjes die ik niet zo heel vaak draag. Merendeel sportkleding en zwemkleding zit hierin. En je ziet hier zo ook dus de nieuwe boxer die ik heb gekocht. Als om in te slapen. Hij zit heel erg lekker. Ik heb er nu ook één aan. Maar ik dacht, het is simpel voor Belfast. Want waarschijnlijk zijn we daar gewoon in midden zomer. Dus het is daar best wel warm. Dus ik dacht, best wel makkelijk om dat dan aan te doen. En dan hebben we hier eigenlijk een mandje met mutsen. En een pet zit hier nog in. En die heb ik dan hier bovenop gezet, zodat het ook niet in de weg staat. En als we dan doorgaan naar dit gedeelte. En dan hebben we hier beneden eigenlijk gewoon echt specifiek alle schoenen die ik gewoon draag. Hiervoor zie je mijn laatste nieuwe gimpen en mijn slippers staan en eronder staan badpantoffeltjes. Dus dat is eigenlijk gewoon alle schoenen die ik gewoon vaak draag. En de schoenen die ik niet vaak draag, die staan dan beneden in de kast. En dan zie je hieronder eigenlijk een soort rommelvakje. Meestal, ik hou het toch niet van om 's ochtends vroeg op mijn knieën te gaan. Dus ik dacht, waar ga ik dat vakje dan wel voor gebruiken? Dan heb ik alle kleding die ik dus totaal niet vaak draag, allemaal in van die vacuümzakken gedaan. Ik had er twee, één hele grote en een wat kleinere. Daar heb ik alles in gedaan. En zo blijft het één ook gewoon goed. En twee, neemt het ook gewoon wat minder ruimte in. En daarboven zie je een klein plastic tasje. Ik weet niet of jullie dat wit wat jullie net hier zien. Dat is een plastic tasje en er zitten allemaal sjaals in. En ik had nog allemaal haakjes over. Dus ook die heb ik daar beneden gelegd. Dus dit is nu gewoon mijn kledingkast. Ik ben zo blij hoe het is geworden. Ik sla eigenlijk heel erg zo omdat ik heel erg moe ben. Ik ben heel erg blij. Je ziet hier dus gewoon nog een keer. Ik heb hier ook broeken tussen gelegd. Gewoon echt van die hele lekkere, simpele broeken. Voor als je thuis bent en lekker niks te doen hebt. Mijn onesie ligt hier ook achter. Ik ben heel erg blij. Ik heb gewoon heel erg veel ruimte over naar wat ik dus eerst had. Ik vind het gewoon heel erg leuk. Ik heb het trouwens eerder wel uitgezocht. Dus het waren echt totaal niet veel dingen. Ik dacht van dat moet weg. Totaal niet. Ik ben heel erg blij met alles. En alles hangt nu ook gewoon georganiseerd. Dus truien. Lange shirts met lange mouwen, jasjes, vesten, t-shirts, blouses. Alles hangt gewoon heel erg netjes. En daar ben ik ook gewoon heel erg blij om. Dan hangt er beneden veel meer dan boven. Maar ik dacht ook zo van, dat kan ik beter wel doen. Want mochten er dingen bij komen, kan het altijd bovenin nog hangen. Ik ben heel erg blij. Ik ben mijn oude iPhone 4 aan het opladen. Want die wil ik waarschijnlijk naar Belfast mee gaan nemen. Als dat mogelijk is. Tenminste, om muziek en dat soort dingetjes op te zetten. Dus hij is aan het opladen, zo te zien gaat hij ook net aan. Even checken hoe het met de video is. Die moet nog 8 minuten. Focus. 8 minuten moet hij nog. Dus ja, ik ben heel erg blij. Dan is een nieuwe video ook online. En waarschijnlijk ga ik deze dan ook straks alvast een beetje editen. Ik geef even naar beneden. Ik heb vanmiddag, vanmorgen ben ik natuurlijk naar Action geweest om van die sport-BH's te halen, make-up doekjes en die twee boxers. En toen dacht ik bij mijn eigen, ik liep met zijn groenteboer, ik dacht, ik denk dat ik lekker wat fruit meegenomen. Dus ik heb twee bakjes fruit, één bakje gemixt fruit en één bakje ananas meegenomen. Best duur joh. Voor twee bakjes, ik ga ze zo even laten zien. Serieus, €4,80 of zo was ik kwijt. Insane gewoon, voor twee bakjes fruit. Dat vond ik gewoon echt insane. Maar goed, ik denk, ja, het zal wel, prima. Maar in ieder geval, ik wilde dat dus gaan eten. En ik heb dat dus nog niet gegeten. En ik ben moe, ik heb het warm. Dus ik dacht, waarom ga ik dat niet gewoon nu eten? Hoe slim is dat? Ik heb trouwens ook de tas gevonden die ik mee wil nemen naar Belfast. Ik twijfelde heel erg. Ik zal straks de tas er nog even laten zien. Ik twijfelde gewoon heel erg tussen die twee tassen. Ik wilde absoluut geen rugtas meer nemen. Want aan de ene kant, ik ben verslaafd aan rugtassen. Ik vind ze super leuk en ik wil ook elk rugtas die ik zie. Maar ik ben ook weer iemand dat denkt bij mijn eigen van,
Ik weet niet, maar als ik dagjes daar ben, vind ik het oké. Maar als ik in een ander land ben met een rugzak, ik voel me daar niet chill bij. Ik ben altijd bang dat ze in je rugzak gaan zitten. Dat ze dingen gaan jatten, want jij hebt er niet door. Want het zit op je rug. Dus ik neem gewoon lekker een grote handtas mee. Ik heb een wit met crème. Of een zwart met donkerzwart met donkerbruin. Allebei met een ritsen in, dus dat vind ik ook heel erg fijn. Maar ja, ik weet niet, ik voel me niet zo heel erg chill bij een rugzak als ik in een ander land ben. Dus ja, maar in ieder geval, die ga ik zo laten zien. Ik ga even gewoon beneden wat fruit eten. En ja, even chill. Goed, het fruit is gegeten. Ik ben mijn laptop aan het afsluiten. De video is geüpload. Heel erg fijn. Het heeft heel erg lang geduurd, 3 uur lang. Maar hij is gelukkig geüpload, dus daar ben ik heel erg blij om. Ik ga even lekker op bed liggen. Even lekker op de video's kijken. Of ja, liggen. Even lekker op bed zitten. Video's kijken. Chill. Heel erg moe. Oh. Het is zo gek, hè. Ik blijf elke fucking dag gewoon ontzettend moe. Maar dan denk ik me echt van, hoe dan? Je moet toch ook gewoon een keertje niet moe zijn? Maar ik blijf en ben gewoon elke keer moe. Dat is gewoon heel erg vervelend. Nou is het ook zo dat mijn knie een beetje pijn doet. Mijn moeder zegt dat mijn rechterknie een beetje blauw is. Ik heb het zelf op zich niet gezien, maar het zal wel. Ik wil binnenkort ook weer even naar de kapper toe. Ik moet namelijk ook verven. Ja, kijk, dat kan je makkelijk zien. Ik heb heel veel uitgroei. En het wordt ook alweer best wel een beetje lang. Dus ook dat wil ik weer een keertje doen. Ik blijf mijn kleine kast super leuk vinden. Omdat gewoon alles hangt nu. Alles hing in het begin gewoon door elkaar. Maar dan gewoon echt door elkaar. Alles lag gewoon door elkaar. En nu niet. Dus dat vind ik wel heel erg fijn. Ik, zoals ik net al zei, ga eventjes zitten. Eventjes een filmpje kijken. En ja. Zometeen het laatste dingetje nog opruimen. De moeder wilde eventjes kijken of het weg kan. Dat ze nog denkt van joh, die en die en die kunnen dat nog hebben. Dus vind ik helemaal prima. En dus dat ligt daar nog eventjes. En verder, oh ja, wacht, ik zou jullie de tas laten zien. Oké, ik heb de tas hier voor me neergelegd. Mochten jullie nou, als jullie vaak hebben gevlogen en jullie denken van dat zou makkelijker zijn, of die tas is makkelijker, laat het dan hieronder alsjeblieft weten, want ik heb nooit gevlogen, dus ik heb geen flauw idee. Dus ik ga die maandagmiddag ga ik vliegen, ik kom daar kort, ik kom daar 2 uur aan. Ierlandse tijd dan, Ierse tijd. Dan gaan we er hangen de hele dag, wandelen, dingetjes doen. Dan is het de volgende dag, dan gaan we het Titanic Museum in. Die is van 9 tot 7 open. Dus ik loop ook de hele dag met die tas. En de volgende dag vliegen we 's ochtends alweer terug. Dus dat is op zich geen probleem. Maar laat even weten wat jullie denken dat slimmer is. Goed, dit is dus de tas. Ik weet niet. Ik zag deze en deze tas heb ik altijd heel erg fijn gevonden. Dus ik dacht van misschien dat ik hem nu ook gewoon heel erg chill voor mee te nemen. Het is 1 groot vak en er zitten wel kleine vakjes in de zijkanten. Verder is het gewoon een, voor mijn idee, gewoon een hele fijne tas. En dan hebben we deze tas. Deze tas komt bij de Action vandaan. Misschien kennen jullie hem wel. Je hebt hem ook in het lichtblauw, in het roze, donkerblauw. En in het groen en zwart. Alleen groene, die vind ik niet heel erg mooi. Dus ik dacht, ik neem gewoon de zwarte lekker even. Dus deze tas. En dat is ook gewoon 1 grote tas. Goed, in ieder geval, dit zijn de 2 tassen. Laat het weten als jullie denken van die is makkelijker of die is makkelijker. Oké, guys. We zijn een aantal uurtjes verder. Het is nu, let me check, 5:30 geweest? Ja, volgens mij wel. Het is 5:30 geweest. Waaraan denken jullie trouwens dat ik dezelfde achtergrond heb? Ik heb namelijk dezelfde achtergrond als een andere YouTuber. Alicia Marie. Ik vond haar achtergrond zo vet. Echt zo leuk. Zo motivating. En motivating. Wow, ik ga gewoon even lullen hier. Dus ik zoeken. En op een gegeven moment vond ik hem dus. Ik was zo blij. In ieder geval. Ik ga zeker mijn nagels iets korter maken, want ik vind ze absurd lang. En het gaat me op een gegeven moment ook heel erg irriteren, dat je overal tegenaan stoot. Misschien dat ik straks mijn nagels ga doen. Geen kleurtje, maar wat anders. Het is dus 5:30, ik ben heel erg moe. Ik moet gewoon niet zeggen dat ik moe ben, want dan ga ik gapen. Dat is gewoon heel erg dom. By the way, ik draag alleen deze ring nog. Die andere ring die...
wil ik gewoon afhouden dat mocht er iets gebeuren met mijn ring, dat ik die nog heb. Er ligt een kussen op me. In ieder geval, ik ben heel erg moe. Ik ga straks lekker even kijken of ik wat lekkere cozy kleding aan kan doen. Ik ben zo moe. In ieder geval ga ik zo lekker even wat eten beneden. Misschien dat ik zelf het eten wil klaarmaken. Mijn moeder is ook moe namelijk, dus we zien het eigenlijk wel. In ieder geval, het is al 6, dus ik begin best wel honger te krijgen. Dus ik ga lekker eten. En ik denk dat ik dan lekker de rest van de avond een nieuwe dagje ga houden. Ik ga sowieso deze vlog zo meteen ook editen. En dat is de reden waarvoor ik hem nu ga eindigen. Ik heb een ontzettend zware, maar ook hele leuke dag gehad. Ik hoop jullie ook. Goed, voor alle nieuwe mensen, abonneer op mijn kanaal hier beneden als jullie meer willen zien. Ook mijn social media staat hier beneden in de beschrijving. Neem een kijkje als jullie me nog op sommige social media platformen niet volgen. En dit was alweer de vlog voor vandaag. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Geef deze video een blauw duimpje omhoog. En ik zie jullie morgen. Morgen? Zal ik morgen gaan vloggen? Zal ik het doen? Misschien. Jullie zullen gauw weer een nieuwe vlog verschijnen op mijn YouTube kanaal. Als jullie abonneren.